Hij is gespannen, Hans Nijland, directeur van FC Groningen. Want hoe is de sfeer in het stadion? De club kan zich geen ongeregeldheden meer veroorloven. En de sfeer was meer dan goed. Net zoals de beginfase. Paul naar Flederis, mooie volley. Alleen recht in de handen van Stekelenburg, de doelman van Ajax. De eerste 10 minuten waren voor Groningen. Maar daarna de eerste mogelijkheid voor de gasten uit Amsterdam. Lindgren vindt Suárez. Kruiswijk is hem eventjes kwijt. En dan Luis Suárez zoekt de verre hoek. En Van Loo die heeft dat natuurlijk in de gaten, want die kent hem goed. Die kent de trucjes van Luis Suárez. Maar dan, de 18e minuut, komt Ajax op voorsprong. Voorzet Davids. Lindgren kan zomaar inkoppen. Hij zet Ajax op 1-0 en juicht niet. Had ik voor de wedstrijd gezegd, als ik hier scoor, dan juich ik heel ingetogen. En uit respect voor Groningen en de supporters. Na de 1-0 is er een fase waarin Groningen het moeilijk heeft. En Ajax kan op 2-0 komen. Huntelaar van dichtbij, fantastische reflex natuurlijk van Van Loo. En hij houdt zijn ploeg in die fase op de been. Normaal gesproken laat Huntelaar dat soort kansen niet liggen. Dan denkt iedereen 1-0 is de ruststand voor Ajax. Maar dan in de slotseconde van de eerste helft Matthias Cahiz. De jonge Argentijnse verdediger met zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. Verdient dat wel, want Groningen vocht voor wat het waard was. Nogmaals, Matthias Cahiz krijgt de ruimte en weet er dan ook wel raad mee. En dan is de ruststand 1-1. In de tweede helft wordt het schouwspel steeds aantrekkelijker. Beide ploegen krijgen veel ruimte. En de eerste mogelijkheid is er voor Ajax. Pires vindt Luis Suárez staat niet buitenspel. Op jacht naar zijn doelpunt. Maar opnieuw vindt hij Van Loo met de voeten. En zo blijft het 1-1. In de eerste 20 minuten van de tweede helft is Groningen een beetje heer en meester. Marnix Kolder gebruikt zijn lichaam goed. Dan raakt hij de lat. Hij is op jacht naar zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. Alleen het lukt nog niet. Dan de 66e minuut, het moment van Luis Suárez. De verkeerde uitworp van Van Loo. Balbezit volgens voor Groningen. Lindgren, paasje naar Rommedaal. Dan is de verdediging eventjes de weg kwijt. De ruimte voor Suárez. En hij tikt dan de 2-1 binnen voor Ajax. En hij scoort tegen zijn oude ploeg. Het moment van de goal no lo festejé por respeto al público. Pero son momentos. Yo pienso de... Twee minuten voor tijd krijgt Groningen de kans op de gelijkmaker. Het hakje van Kolder, de uithaal van de rover. Alleen hij schiet iets wat te wild. En dus winnen de Amsterdammers met 2-1 in de Euroborg. En twee voormalige spelers van FC Groningen doen hun oude club de das om. Tuvieron muchos problemas contigo en la defensa. No, yo no tuve problema con nadie. He estado todo el tiempo con Arnold, con Matías y con Gibril. Me he reído todo el tiempo, me hacían falta, me venían a levantar. Yo hacía falta, los iba a levantar. Así que fue un partido muy, muy, muy lindo de jugar, ¿no?